Zo aan het eind van het theaterseizoen komen vaak de kleinere, maar vaak ook de mooiere producties naar boven. Vandaag ook weer in Theater De Zuid in Bussum vindt de derde try-out plaats van de musical rondom het Rembrandtplein van Homemade Productions. Met in de hoofdrol Frank Sanders. Welkom terug in de musical, denk ik. Ja, zo is het wel, ja. Ja, behalve natuurlijk de Rosettes, dat waren ook wel een soort van musicals. Maar nee, dit is wel meer een musical, omdat de liedjes bijdragen aan het verhaal. Hoe is het gegaan vanmiddag? Het is niet slecht gegaan, maar het is de eerste matinée en dat voel je dan een beetje. Nou, een matinée is altijd net of je grijze cellen iets trager op gang komen. Dus er waren wat mezelf betreft wel een aantal schoonheidsfoutjes. Maar tegelijkertijd zijn er dan ook weer dingen die je weer opnieuw ontdekt ook. Omdat het een matinée is en je lijf functioneert net iets anders dan bij een avondvoorstelling. En dat is eigenlijk ook wel weer heel leuk. Jochem, met de laatste Your The Top een week geleden. Ja. Hoe zijn de afgelopen repetities verlopen? Nou ja, we repeteerden hiervoor al tijdens Your The Top, zeg maar. Dus dat liep een tijdje parallel. En toen hadden we de laatste Your The Top en toen zijn we eigenlijk meteen hier gaan monteren. Dus ja, dat liep een beetje door elkaar, maar dat is ook leuk. Ja. En je hebt best wel een interessante rol. Je verzet je eigenlijk een beetje tegen je ouders. Is dat lastig om zo iemand te spelen? Wat ik lastig vond was dat ik op een gegeven moment dacht, ik ben eigenlijk de hele tijd aan het zeggen, ik hoor hier niet, ik wil hier weg. Ja, kijk, kan je ook zo makkelijk je tekst leren, hè? Ja, maar het is eigenlijk heel lastig, omdat het verschillende zinnetjes zijn die hetzelfde zeggen. En ik vond het heel lastig dat ik dacht, ja, ik moet niet een zeur worden of een heel irritant dat je denkt, oh god, daar komt zij weer met haar... Dus om daar een beetje lichtheid in aan te brengen, dat vond ik lastig. Maar uiteindelijk is het wel een lekkere rol om te spelen, hoor. Terug bij Homemade Productions. Ja, ik werd hiervoor gevraagd en ik wilde dat natuurlijk heel graag doen. Ja, ik bedoel, het zijn hele lieve mensen, hele leuke mensen bij Homemade Productions. En dan mochten we ook nog met regisseur Eddie Habema werken en choreograaf Ivo Tjoendro. En ja, dan is het met Frank en Petra spelen. Dat is natuurlijk dit soort twee veteranen in dit vak is heel... Heel bijzonder. En aan het begin van het seizoen heb ik jou een award uitgereikt. Ja. En toen zei jij, het mooie van Homemade Productions, je leert altijd, je blijft leren. Ja. Wat heb jij tot nu toe kunnen leren? Nou ja, kijk, oké, we hadden het dus razend gehad toen inderdaad. Toen heb ik daarna verzet kraak geweest. Daar heb ik weer op spelgebied veel van alles geleerd. En was vooral een hele grote voorstelling, dus een hele andere manier van spelen. En toen met Your The Top had ik gewoon scènes van 5 pagina's met alleen met Paul Groot. Dus daar hebben we met regisseur Gijs de Lange heel zo 1-op-1 eigenlijk aan gewerkt. Dus daar heb ik weer heel veel aan geleerd. En ja, dat neem je dan weer allemaal mee in wat je hier staat te doen. Want dit is totaal ander. Ik bedoel, ik heb hier echt een klein bijrolletje. Maar elk bijrolletje draagt wel met z'n allen bij aan dat verhaal weer. Dus zo is het, denk ik. En je speelt samen met Frank Sanders. Wat kan je leren van deze musical veteran? Oh, dat vind ik heel lastig. En nu klinkt het heel onrespectvol. Je leert zoveel dat... Nee, dat ik niet meteen dat zo oplepel. Maar het is meer dat je samen met zo iemand... mijn beide liedjes zijn ook met hem. En dat je samen met hem werkt is al gewoon een ontzettend prettige bezigheid. Hij heeft heel veel rust. Hij is echt een van de liefste mensen die ik ken. Dus het was gewoon vooral heel prettig. Ja. Nou, alleen maar lof. Ik hoop dat de rest van de komende 2-3 weken ook zo door. Ik niet op een gegeven moment denk, Frank! Ja, nee. Verbeter me alsjeblieft als ik me vergis. Maar is dit nou ook meteen het debuut voor de biografische musical van Homemade Productions? Ja, okay. dat is waar. En... Ik doe een tipje van de sluier en het is niet de laatste. Maar dat ga je snel genoeg of in ieder geval binnenkort wel van ons vernemen. Nee, het smaakt naar meer. Het, wat ik er lekker aan vind is een soort van documentair theater.
Waarbij theater belangrijk is en ook de verbeelding. Maar dat het documentaire, dat het gebed is in onze geschiedenis, dat is heel belangrijk. En het wordt absoluut de tweede tak van Homemade. Homemade blijft jongere theater maken, maar daarnaast gaan we ook echt wel documentair theater maken. En meer rijden geloof ik echt niet op revue. Wij zijn het gastkampuur, de schoon van Oudersjuur. Wij zijn alles wat u nodig heeft, wij starten hier en nu. Hoe is het om in een biografische musical te mogen staan over revueartiest Frits Schaap? Ja, dat voelt wel als een verantwoording ook. Dat je iemand speelt die echt bestaan heeft. En hoe langer we er nu mee bezig zijn, hoe meer we ook over Frits Schaap te weten komen en over de revue. En ja, dat kan ik natuurlijk niet allemaal spelen. Maar op zichzelf is het... dat is wel een wonderlijk gegeven dat je realiseert dat de man echt bestaan heeft ook. Ja. Deze biografische musical ging over revueartiest Frits Schakels. Het is nog enige familie van jou volgens mij. Het is sowieso familie van mij en er is gek genoeg kinderen, kleinkinderen van hem. Zij waren vandaag in de zaal, ja. Dus ik kom ook allemaal nieuwe familie weer tegen. Het is een verhaal dat ik van mijn ouders heel veel heb gehoord. Mijn ouders zijn alweer heel lang geleden gestorven. Dus uit de stukken en brokken die ik nog kon herinneren en uit wat ze zelf hadden opgeschreven, heb ik deze musical gemaakt. En voor mij is dat inderdaad heel belangrijk. Het is gewoon echt een stukje van mijn eigen geschiedenis. Ja, ook regisseur Dick van der Heuvel. Dat is de oud-oom van Frits Schakels volgens mij. Ja, het is familie is dat, van de Schakels. Hoe is het dan om dat de regisseur jou tips geeft hoe je het moet spelen als ze zegt, nou het is mijn oom, dus zo moet je het doen? Nee, maar dat Dick is iemand als auteur, die maakt een script en dan is het aan de spelers om er verder mee aan de slag te gaan. En als de dingen niet lekker lopen, dan heeft hij helemaal geen groot ego van dat de Bijbel is of dat het heilig is. Hij is daar heel flexibel in en dat is ook wel heel fijn eigenlijk. Ja. Ik wens je nog een hele fijne speelperiode toe, dankjewel.